Hallo lieve steenbok, leuk dat je er weer bij bent. Wij zijn aanbeland bij week 14, 1 april tot en met 7 april. Het is een algemene reading, haal vooruit wat je nodig hebt. Lieve steenbok, wat is jouw hoofdthema voor deze week? En dan zie ik eigenlijk dat je erg bezig bent om sprongen van vertrouwen te maken. Dat je uit een zware periode komt waarin je je idee hebt gehad dat je niet vooruit kwam. Het idee hebt gehad dat je vast zat. Het gevoel alsof je niet goed genoeg was. Alles was zwaar en ik zal het woord niet herhalen. Tegelijkertijd zie ik vooral, zeg maar, dat je erg bezig bent om vertrouwen te krijgen in jezelf. Maar ook het geloven weer in jezelf. Ga eens even verder kijken, lieve steenbok, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de steenbok deze week verwachten? Dan zie ik eigenlijk dat belangrijk is om te kijken waar je doelen liggen. Want je kan heel erg meegesleept worden naar wat allemaal niet lekker liep. Het is belangrijk om in te zien wat er nu allemaal wel goed gaat. Je hebt veel balletjes hoog gehouden en nu is er op vertrouwen dat al die balletjes de wijsheid hebben gegeven waardoor je weer verder kan. Dus kijk niet naar, oh, wat zal ik laten vallen? Of straks laat ik wat vallen. Maar kijk in vertrouwen, ik kan dit aan. We gaan eens even verder kijken naar een mooie boodschap. Balans tussen werk en ontspanning. Kom verantwoordelijkheden na, maar maak ook veel plezier. Lieve steenbok, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot de volgende keer.